Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, is er dus weer een hele hoop achter de schermen bezig. Allereerst een eerste mededeling, jongens. Jullie kunnen het aan de titel zien, maar ik wil eerst even over iets anders hebben. Twee dingen, namelijk het eerste is dat er weer een vuurwerkprotest is. We willen even met klem benadrukken dat wij dit protest niet hebben georganiseerd, maar dat er dus wel weer een vuurwerkprotest is. Namelijk op vrijdag 4 december om 8 uur 's avonds. Steek allemaal iets af om te laten zien dat we tegen vuurwerkverbod zijn. En bereiken we daar iets mee? Ik denk het niet, maar het is wel goed om een keer wel iets te laten zien. Dus je ziet nu in beeld komen de flyer. Je kan hem allemaal ook zien op de Instagram van Pyroteam Delft. Instagram.com/Pyroteam Delft. Ga allemaal even volgen, want dan hou ik jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. Verder gaan we vanaf morgen dagelijks uploaden om 4 uur. Want het is natuurlijk 1 december en in december uploaden we dagelijks zoals ieder jaar. Druk allemaal even op het belletje hier beneden, want dan word jij als eerste op de hoogte gehouden van nieuwe video's. Achter de schermen zijn er een hele hoop mensen, eigenlijk kan je het wel helden noemen, die zich inzetten voor het feit dat het vuurwerkverbod gewoon is doorgevoerd zonder echte argumenten. Ik wist dat al, omdat ik ook benaderd ben voor het meedoen aan die campagne / rechtszaak. En we gaan even kijken hoe dat de komende tijd zich zal ontwikkelen. Maar zoals jullie kunnen zien, nu in beeld, kwam er dus zojuist via ad.nl het volgende nieuwsartikel naar voren. Namelijk dat 150 winkeliers ongeveer naar de rechter stappen om het verbod van vuurwerk aan te vechten. Een heel vreemd contrast is daarnaast wel dat de vuurwerkbranche dit niet steunt. Wat ik overigens al heel raar vind. Maar ik heb al eerder in video's gezegd dat ik de houding van de vuurwerkbranche zeer slecht vind. Zeer passief. Heel slecht. En dat resulteert gewoon in het feit dat uiteindelijk alles verboden wordt. Dat hebben we gezien op het moment dat de afsteektijden werden beperkt. Toen hoorde je ze niet. Althans, niet genoeg vind ik. Je hoorde dat op het moment dat de babypijlen en de Romeinse kaarsen werden verboden. Toen stemden ze zelfs mee in om het te verbieden. Wat kregen we net? De rotjes en de vuurpijlen eruit was ook voldoende. Wat ik al overigens snap, want op dat vuurwerk zit natuurlijk de kleinste marge. Maar een groot verhaal kort gemaakt. Ik vind gewoon dat de vuurwerkbranche zich te weinig laat horen. En laten we niet de credits nu geven aan de vuurwerkbranche, want die doet hier helemaal niet aan mee. En de vuurwerkbranche die is alleen maar uit op de compensatie. Dat zie je ook in het artikel staan. We pakken het artikel er even bij opnieuw. Er staat dus dat 150 winkeliers stappen naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen eind dit jaar. En ze vinden dat het kabinet veel te laat besloot om al het vuurwerk te verbieden. Daar hebben ze natuurlijk een punt. Het is ten eerste natuurlijk veel te laat besloten. Daarnaast komt er ook een heel goed stuk in voor. Eindelijk een keer wordt het goed verteld. Ja, het verbod zo kort voor oud en nieuw zorgt nu voor enorme problemen bij de winkeliers. Niet alleen de winkeliers natuurlijk, want we zien natuurlijk, daar heb ik afgelopen week ook een video over gemaakt, dat we heel veel relletjes zien in heel Nederland. Roosendaal, Urk. Het gaat in verschillende steden gaat het mis. Puur omdat mensen niet kunnen accepteren dat het vuurwerkverbod er is. Dus wat er nu aan de hand is, is dus dat er een aantal winkeliers naar de rechter gaan om het verbod aan te vechten. In het artikel zie je nog niet echt concreet een datum staan. Maar mij is verteld dat het rond de 10e van december zal liggen. Dat is nog niet zeker wanneer die rechtszaak zal zijn. Maar rond de 10e van december zal er dus een zitting zijn. En hopelijk komt daar positief nieuws uit dat dus het vuurwerkverbod wordt opgeheven voor dit jaar. Ik acht die kans heel klein, omdat ik denk van stel je voor dat een rechter daarin meegaat, dan staat het kabinet natuurlijk zeer voor lul. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, ze hebben gezegd we willen de zorg ontlasten. En als dan een rechter bepaalt dat dat niet zo is, dan staan ze gewoon voor lul met die maatregelen. Maar aan de andere kant denk ik ook van als die rechters daadwerkelijk de echte cijfers onder ogen komen te zien, dan heb je het erover dat de afgelopen oud en nieuw slechts 40 à 50 mensen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen door vuurwerkletsel. Dat zijn dus die mensen waardoor het vuurwerkverbod nu komt. Dat is gewoon bizar als je erover nadenkt. Want er wordt 40 miljoen euro aan compensatie beloofd. En die is dus enkel voor die 40 tot 50 mensen die ieder jaar worden opgenomen. Want alle mensen die bij een ziekenhuis komen met een brandwondje die vervolgens weer weg kunnen, die rekenen we er niet mee, want die hebben niks te maken met de druk op de zorg. Die hebben niks te maken met coronapatiënten, want coronapatiënten komen normaal gesproken nooit bij de spoedeisende hulp. Die mogen daar niet eens komen. Want als je nu naar een dokter gaat, vragen ze, heb je klachten? Zo niet, zo ja, dan mag je niet eens naar de dokter toe. Dus de zorg ontlasten heeft het daar helemaal niet mee te maken. Maar goed, we hebben al vaak genoeg hebben we een video hierover gemaakt. Over het aantonen van het feit dat dit gewoon onzin is allemaal. Maar eindelijk is er een goed tegengeluid.
En het is namelijk deze grote groep mensen. Ik weet dat er een aantal mensen, die hebben mij ook benaderd om mee te doen. En ik wil gewoon even een dikke shout-out doen naar die mensen. Want het zijn toch mensen die zich niet inzetten zoals de vuurwerkbranche. Ik bedoel van, zij zijn zo bang dat de hele vuurwerkwereld gewoon in elkaar stort. Waardoor ze dus nu als bange hondjes gewoon zeggen, oké, prima, als het tijdelijk is, dan is het tijdelijk. Als het maar tijdelijk blijft. Maar geloof me, het is niet tijdelijk. Ook al gaat het volgend jaar misschien wel weer een jaar door, dan zal het jaar daarna verboden worden. Geloof me jongens, dit is een van de laatste jaren dat we het überhaupt over vuurwerk in Nederland hebben. Als je nu vuurwerk intikt bij Google en dan op nieuws klikt, je ziet alleen maar artikelen over dat er zeer grote hoeveelheden illegaal vuurwerk is onderschept en gevonden. En laten we eerlijk zijn, dat is echt nog maar zo'n klein beetje van wat er allemaal wel gewoon goed gaat en onder de bedden blijven liggen en garageboxen. Het illegale vuurwerk zal dit jaar gewoon een overhand hebben als het verbod wel blijft staan. En dat is gewoon zeer slecht. Ga ervan uit dat er niks zal veranderen, want ik denk dat een rechter echt niet zal toegeven aan 150 winkeleigenaren van vuurwerk, want dat hebben ze bij de horeca ook niet gedaan. Die gaven ze ook ongelijk. Dus ik denk dat het geen nut heeft, maar het is wel goed om een tegengeluid te laten zien. Want geloof me, 90% van alle Nederlanders die denken echt dat door dat vuurwerkverbod er minder druk op de zorg komt. Maar de echte cijfers worden gewoon niet verteld. Wat gewoon zeer kwalijk is. Kort gezegd vind ik gewoon dat er een rechtszaak moet komen met rechters die zich echt focussen op de cijfers. Dus hebben ze gelijk? Heeft het kabinet gelijk? Gaat het echt zorgen voor minder druk op de zorg? Of zijn hun cijfers gewoon bedoeld vanuit een politiek spelletje om er een vuurwerkverbod doorheen te jagen, weet je? Ik hoop dat er gewoon onafhankelijke rechters zijn die zich daarover gaan buigen. Want, zoals ik net ook al heb verteld, als je de cijfers bekijkt en je kijkt echt naar de cijfers van vorig jaar, en dan hebben we het eigenlijk in deze video niet eens gehad over het feit dat knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden, wat volgens de cijfers de grootste boosdoener is van iedereen die in het ziekenhuis komt met vuurwerkletsel. Dus hoeveel blijven er dan over? Dat zijn volgens mij maar mensen op één hand te tellen die echt vuurwerkletsel hebben en dus daarmee zorgen voor extra druk op de zorg. Ik hoop gewoon dat het gebeurt. Een goede rechter die zich er echt over buigt. Alleen ik heb het al vaak genoeg gezegd, net ook. Ik denk dat een rechter nooit zal toegeven, want daarmee zet je eigenlijk het kabinet gewoon voor lul. Want die hebben zich gewoon niet goed erover gebogen. En er was natuurlijk ook eerder een rechtszaak vanuit de horecabranche, omdat die ook vonden dat ze onterecht dicht moesten. Die waren ook in het ongelijk gesteld en die moesten dicht blijven. Inmiddels is het al bijna januari en is de horeca nog steeds dicht. En de schade die daarin zit, die is natuurlijk nog vele malen groter. Dit was weer de video voor vandaag. Vanaf vandaag eigenlijk, morgen, dagelijkse uploads. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik zie jullie weer bij de volgende video.